Wij hebben al heel lang contact met Service.werk. We hebben altijd vragen uitstaan naar grondwerkers. Op een gegeven moment heeft Service.werk Ali aan ons voorgesteld. Die hebben we gebeld en gezegd van, wij hebben een mogelijke kandidaat voor jullie. Zijn Nederlands is nog niet zo goed. Ik ben Ali. Ik kom uit Irak. Ik bijna 7 jaar dus kom Nederland. Ja, ik heb 5 kinderen. Ik getrouwd. Mijn werk uit planten. Ouder hout en de groen. Ingrid, contactpersoon bij IV en groep. En regenpak razen, geef. Dan gaat en Ingrid. Nou, AW-groep die wil heel graag maatschappelijk bezig zijn. En natuurlijk is er vanuit de aanbesteding is er ook een verplichting om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Maar voor ons is dat geen enkel probleem. We doen het gewoon heel graag omdat het bij ons past. AW-groep heeft bij Service.werk duidelijk aangegeven wat voor mensen wij zoeken. Wij zoeken echt mensen die gemotiveerd zijn, die ervoor willen gaan. Ik vind thuis niet leuk. Ik wil werken. Voor mij is werk belangrijk. Ja. Duidelijk geld verdienen. Toen ik in werken, ik heel blij. Ja, natuurlijk maakt dat ons ook blij. Hè? Als het een match is waarbij je denkt van je maakt zo'n man gelukkig en een gezin gelukkig. En ook de medewerkers hebben het idee dat ze, nou ja, dat ze goed doen. Ja, dan geeft dat een plusje aan je bedrijf. Mijn werk is schoffelen, is knippen, is gras maaien en planten. Mijn collega is Murat. Ik hem leren veel. Ali is op dit moment werkzaam op de groene afdeling. Maar als hij de ambitie heeft om iets heel anders te willen binnen ons bedrijf, er zijn genoeg mogelijkheden. En dan kan hij daarin groeien en kunnen we hem een opleiding geven als hij dat wil. Ja, in principe is alles mogelijk. Hij kan misschien zelfs directeur worden. Ik ben Ali, ik werk in groen.